Sorry. Hoi, en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, want ik ben namelijk samen met... Jessie! Yes, superleuk. En we zijn eigenlijk bezig met een video opnemen voor Jessie, maar ja, haar kanaal. Jessie gaat mij helemaal full glam opmaken. Maar wat ik nou een heel erg belangrijk punt vind en wat ik echt al redelijk vaak heb besproken in mijn video's is de wenkbrauwen. Dus ik had het er met Jessie over van ja, laten we dat wenkbrauwgedeelte nou eens als tutorial doen voor mijn kanaal. En Jessie gaat er stap voor stap laten zien hoe je je wenkbrauw Instagram on fleek wankies krijgt. Dus jij vindt dat ik Instagram of die wenkjes heb? Ja. Mijn wenkbrauwen zijn zo simpel. Het is letterlijk streepje, streepje, invullen. That's my eyebrow. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het wel even leren. Ik heb dan enigszins de vorm die ik zelf dan aanhoud en alles. Dus die ga ik gewoon bij jou mooi opdoen. En je hebt zelf je pincet meegenomen? Ja. Oké. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Nee, dat is niet waar. Kan je hier tegen? Ja. Ik doe ze niet te ver, zeg maar. Wat je doet is een puntje voor je neus tot daar. De haartjes kunnen tot daar gewoon... gaan. Goeie. Er zijn niet regels waar je aan moet houden. Het is gewoon, wat vind jij bij jezelf mooi staan? Alleen het is gewoon nog niet helemaal schoon. Nee, het is gewoon weer één grote bende. Dat is het ding. Yeah. Altijd weer opnieuw met mij. Weet je wel, wat heel belangrijk is als je erin wel epileert om ze helemaal naar boven te borstelen. Dan kan je zien zeg maar aan de onderkant wat je weg kan houden. Dus heel iets van die kant. En eigenlijk wat je wil is dat die hier gewoon een hele mooie clean lijn loopt. Oh mijn god, die zit goed vast, die haar. Sorry, ik trok de halve ooglid mee. Nee, ik kom op wat hebben hoor. Oké, de vrouw zijn geëpileerd. We zijn geëpileerd. Dat is stap 1. En dan nu... heb ik een potje van Colourpop. En dit is Brow Color in a Banging Brunette. Want jij bent echt super een brunette. Nee, maar ik gebruik wel altijd een donkere kleur bij mijn wenkbrauwen. En dat dan, ja, het is in principe hetzelfde als de Dip Brow van Anastasia. En wat ik altijd gewoon doe is gewoon ja, een schuin penseeltje. Deze is van MAC toevallig. En daar, dit vind ik het fijnste penseeltje om dit mee te doen. Dat je hier een hele strakke lijn mee kan maken. Sommige mensen doen dit gewoon eyeliner penseeltjes. Altijd eerst een beetje op mijn hand. Waarom doe je dat? Om het minder gepigmenteerd te maken. Want als je het eruit haalt, dan zit er dik op. En als je hem zo op je hand haalt en dan ook weer terug, is hij ook veel dunner. Mm. Want hij is echt nu een super dun lijntje, dus daar kan je echt een hele strakke lijn mee tekenen. Oh, kijk, dat is dus al een tip die ik al niet ken. Oh, echt? Ja. Oh, oké, dan moet je iets meer naar de camera kijken. En wat ik eigenlijk doe, ik begin altijd met deze boog. Dat is eigenlijk het belangrijkste stukje, vind ik, van je wenkbrauw. Dus dan zet je hem ongeveer hier gewoon neer. En dan ga je... ik werk altijd met dunne strookjes, niet in één keer een lange lijn zetten, dan heb je veel meer kans dat het fout gaat. En dan werk je hem... een beetje hier naar het puntje. Ik laat hem altijd iets verder doorlopen dan natuurlijk de wenkbrauw. Ja, en Instagram loopt wel echt in een puntje aan het einde. En weet je, kijk, als het hier ietsje te laag is aan de onderkant, dat is helemaal niet erg, want je kan het straks altijd nog fixen met concealer onder je wenkbrauw. Dan vul ik hier het einde van het staartje in. En nogmaals, dit is, weet je, dit is gewoon een soort van schets van je wenkbrauw eerst. Straks kun je het altijd met alles nog gewoon strakker en beter maken. Je houdt het penseeltje heel erg schuin, zo erop. Niet rechtop, maar een beetje zo schuin. Zodat je hem heel makkelijk zo over je wenkbrauw heen kan trekken. En dan sluit je hem hier bij het puntje aan. Het is ook gewoon een beetje mixen en pushen en puzzelen met hoe jij het fijn vindt om de penseel neer te zetten. Wow. Waar jij een goede lijn erin krijgt. Nee, kijk, ja, het verschil. Maar dat is wat ik zeg, wat het is. Je zet gewoon eigenlijk één lijn, je zet twee lijnen en je vult het in. En dat is je wenkbrauw, dat is wat ik net zei. Alleen het is, je moet de plaatsing van de streepjes, dat is even waar je moet oefenen. En het is ook gewoon durven. Het is gewoon, weet je, ga gewoon een keer thuis zitten. Ga lekker een keer frutsen met je wenkbrauw. Teken ze te groot, teken ze drie keer te groot, teken ze te klein. Maar uiteindelijk vind je wel zo van, nou oké, dit is wel het mooiste. Hier verder, je doet het een beetje naar boven. Omdat je ze niet te gepigmenteerd in het begin wil hebben. Nee, omdat dat je klopt. Een beetje een ombre, zo zeg ik dat goed? Ombre, ja. Ombre overloop wil hebben. En dan kan je ze eigenlijk nu al gewoon hier aan het einde gaan invullen als je tevreden bent met de vorm. En hier mogen ze wel gewoon gepigmenteerd zijn. En dan hoe verder je naar voren gaat, hoe minder druk je geeft. Alleen het is wel belangrijk dat je niet de lijntjes zet en dan de lijntjes niet meer doet. Dus de lijntjes moeten wel goed overlopen, anders als je bijvoorbeeld een foto maakt met een flits of zo, heb je heel duidelijke lijntjes en is het niet goed ingekleurd. Die fout heb ik meer dan een keer ervaren dat ik een foto maakte dat ik dacht van, oh, ik heb mijn wenkbrauw ietsje beter kunnen invullen. En wat ook belangrijk is om af en toe te doen, is af en toe je wenkbrauw weer even door te borstelen. Want er blijven ook altijd stukjes, gewoon stukjes van het wenkbrauwproduct blijven altijd in je wenkbrauw zitten.
En het is goed om die er gewoon af en toe even uit te borstelen. En te kijken hoe de vorm dan is als de haartjes verplaatsen. En aan het begin is eigenlijk, je drukt gewoon bijna niet op het begin. Je drukt heel weinig druk maar. En dan is dit in principe is dit gewoon de wenkbrauw. En dan doe je met een beetje concealer eronder, kan je het schoonmaken. Dit is echt wel een heel verschil dan met wat ik normaal zeg maar doe. Gewoon een hele full coverage concealer gebruiken. Dit is de Boing van Benefit. Goede dikke dekkende concealer is. En een platte concealer penseeltje gebruik ik hiervoor. En ik vind het heel fijn als je echt zo'n ronde vorm heeft. Omdat je er heel mooi een hele strakke lijn mee kan zetten. En dat is eigenlijk het verschil wat het ook heel erg maakt. Want soms kan je wel heel strak tekenen. Maar als je echt zo'n strakke concealerlijn eronder zet. Dan heb je echt gewoon zo'n Instagram wenkbrauw. Dit is wel een beetje, ja, oefenen. Ik kan hem bijna in één streep kan ik hem bijna zetten. Maar het is echt gewoon oefenen van... Sommige mensen zijn ook aan de bovenkant de lijn. Ik blijf er meestal van af omdat ik hem gewoon zorg dat ik hem boven heel strak doe. En het belangrijkste is dat hij beneden strak is. En eigenlijk als je dan je ogen sluit, gebruik ik dit als primer straks voor de oogschaduw. Dit is een concealer buffer en hiermee blend ik dan dit uit. En dan kan je gewoon met een translucent powder of met je gezichtspoeder, dat maakt in principe niet uit, kan je dit afpoederen zodat je niet lijntjes in je concealer in je ooglid krijgt. En ik gebruik gewoon een translucent powder en hiermee poeder ik het ooglid af. En that's it. Yay! Oké, dan gaan we nu heel snel de tweede wenkbrauw erop zetten. Oké, nou dat is wenkbrauw nummer 2. Yes! Ja, heel mooi. Dus dit zijn zeg maar de wenkbrauwen die ik heel graag wil, maar zelf nooit kan maken. Nu heb ik gelukkig een tutorial. Ik denk dat je dit ook kan. Gewoon echt goed oefenen, veel oefenen, dan kan je dit ook echt doen. Dus wat ik net al zei, ik weet niet of jullie het hebben gehoord. Je hebt echt wel een makkelijke wenkbrauw hiervoor. Omdat je wel gewoon veel haar hebt en dat is meestal wat het heel mooi laat lijken. Als je gewoon veel bushy haar hebt en hem dan echt een mooie vorm doet, dan is dat... Nou, ik ben er wel heel erg blij mee en ik hoop dat jullie ook iets van deze tutorial hebben gehad en dat jullie wellicht mensen zoals ik straks met zo'n Instagram hashtag onfleek wanky, dat zijn toch de termen van Instagram? Onfleek wanky. Yes. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Wij gaan weer verder, want zoals je kan zien is mijn look nog niet helemaal af. En dat ga je allemaal zien op het kanaal van Jessie. Yes. Dus ben je daar benieuwd naar? Klik dan even op het i'tje hierboven. En dan ga je verder naar die video. En dan gaan wij verder met ons mij opmaken. Ga je weer verder full glam afmaken. Yes. Yes. Helemaal leuk. En geef een like als je de video leuk vond. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag verder op de video van Jessie. Ja. Doei. Doei.